Dank u, Jezus. Prijs de Heer. God is goed. Amen. Halleluja. Halleluja. Ook deze morgen mogen we weten, er is een rivier. Die stroom van God stroom. En daar is blijdschap in de rivier van God. Amen. Jezus die spreekt over een fontein van levend water die ontspruit vanuit onze binnenste. En die levend is en krachtig en blijdschap voortbrengt. En ook vandaag. Ik weet niet wat vandaag, broeders en zusters, wat de gemoedstoestand is. Maar er is blijdschap bij God. Er is blijdschap bij God. Amen. De Bijbel zegt dat in zijn tegenwoordigheid is volheid van vreugd. In zijn tegenwoordigheid is volheid van vreugd. Amen. En dat is zo heerlijk dat er kan van allerlei dingen om je heen zijn. Maar als we ons richten op de Heer, daar is volheid van vreugd en wordt ons hart vervuld met zijn blijdschap. Wil je eens even 2-3 mensen een hartelijk welkom geven deze morgen? Kies wat mensen uit en zeggen ze even, de vreugde van de Heer is jouw kracht. Ook de kijkers thuis, van harte welkom in deze samenkomst. Het is een voorrecht om je ook te mogen ontvangen vanuit de huiskamer of daar waar je bent. Ontvang hetgeen wat de Heer tot je wil spreken, wat de Heer tot je wil doen. Open je hart voor Hem deze morgen. Amen. Halleluja. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Haha. Halleluja. Ja, het is goed om elkaar in het huis van de Heer te ontmoeten. Amen. Ook als je vandaag voor het eerst bent, van harte welkom. Het is ons gebed en ons verlangen dat het een zegen voor je mag zijn. Want daar waar gelovigen samenkomen, de Heer wil in ons midden zijn. Waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. En de Heer die wil bewegen in onze levens. Oh, halleluja. Een gewoonte is geworden, is dat wij elke samenkomst willen starten. Wil ik eigenlijk starten met een tekst die iets zegt over onze lofprijs en aanbidding. En vandaag wil ik iets lezen uit Psalm hoofdstuk 25. En het is een psalm van David. Wie heeft wel eens van David gehoord? Amen, prijs de Heer. We zijn goed bezig deze morgen. Een psalm van David. Er staat hier, tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Mooi is dat, hè? Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Je ziel staat voor je emoties, je gevoel, je verstand, je intellect. Ook daar waar je wil is, de capaciteit om te kiezen. Maar de schrijver zegt, tot u hef ik mijn ziel op. Het is zo belangrijk om God deel te maken van je gevoel. God deel te maken van je verstand. God zoekt een beleving met ons. Hè? Een persoonlijke omgang. En een heel belangrijk aspect is ook onze zielstoestand. Kunnen wij ook deze morgen onze ziel opheffen tot de Heer? Heer, dit is mijn gevoel. Heren, dit is wat in mij omgaat. Dit is mijn gedachtewereld. En dat is ook wat David doet. Hij zegt tot u, Heren, heb ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Hij vestigt zijn vertrouwen op de Heren. Laat mij niet beschaamd worden. Hij zat ook in situaties soms, heftige dingen. Hij zegt, laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, allen die u verwachten worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Heren, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw paden. Mooi is dat, hè? Kijk, God wil altijd zijn weg en zijn wil en zijn manier van doen aan ons bekendmaken. Het is zijn weg die strekt tot leven. Het is zijn wil die strekt tot zegen in ons leven. Maar het is voor ons zo belangrijk om elke keer stappen te zetten en te zeggen, Heren, ik hef mijn ziel op naar u. Ik open mijn hart. Leer mij. Onderwijs mij. Ik heb vijanden misschien. Er zijn dingen in mijn leven die niet op orde zijn. Heren, er zijn situaties in mijn leven waar ik mee worstel. Maar Vader, leer mij. Onderwijs mij. Leid mij. En de Heer wil dat ook doen. En Hij verlangt ernaar dat wij zo'n hartsgesteldheid ook naar Hem hebben. Leid mij in uw waarheid, zegt Hij. En leer mij. Want u bent de God van mijn heil. U bent de God van mijn verlossing. En u verwacht ik de hele dag. U verwacht ik de hele dag. Amen. Ook deze dag mogen we de Heere verwachten de hele dag. Ik wil openen met gebed en God de glorie geven. Vader, we willen u danken dat wij samen mogen komen in de machtige naam van de Heere Jezus Christus. Heere, we zijn zo blij dat wij deel zijn van uw lichaam, waar u het hoofd van bent. Heere, u zegt in uw woord, u bouwt uw huis. U bouwt uw gemeente en wat een voorrecht om uw gemeente te mogen zijn.
Heer, ik dank u voor een ieder die hier deze morgen is. Dat uw oog op een ieder van ons is. Dat uw hart naar een ieder van ons uitgaat. Dat uw liefdevolle armen uitgestrekt staan naar een ieder van ons. Heer, deze morgen willen we doen ook wat de schrijver van de psalmen deed. Onze ziel opheffen naar u. Heer, ons vertrouwen verklaren in u. Ook een hart wat zegt, Heer, leer mij uw weg. Heer, laat mij zien uw wil, opdat we daarin mogen gaan. Ik dank u, Heer, dat als wij u uitnodigen, dat u wil komen. En dat u wil zijn hier in ons midden. En zo, Heer, breng ik alles, Heer. Deze samenkomst breng ik onder de autoriteit van de Heer Jezus Christus. En Heilige Geest van God, wees welkom in ons midden. Wees welkom om te bewegen. Wees welkom om harten van mensen aan te raken en te veranderen. Heer, uw liefde doet een zo diep werk in ieder van ons, ook deze morgen. Uw waarheid, Heer, maakt zo vrij. En ook deze morgen verwelkomen wij u. Verwelkomen wij uw aanwezigheid. Verwelkomen wij uw woord. We willen u groot maken. We willen u de plaats geven die u toekomt. We willen uw lof zingen. Heren, u zit op de troon. Niet alleen in de hemel, maar ook op de troon van ons hart. In Jezus' naam. En het volk van God zegt, amen en amen. Des Heren tot zijn verheerlijking. Alleen maar door het geloof in het volbrachte werk van Jezus hebben wij een nieuw leven gekregen. Amen. Een planting des Heren tot zijn verheerlijking. Halleluja. Kom, zing een nieuw lied. Halleluja. Kom, zing een nieuw lied. Kom zing een nieuw lied, hij heeft je roep gehoord.
Zing een nieuw lied, want dit is een nieuwe dag. Elke dag met de Heer is nieuw, amen. Elke dag kan je opnieuw met de Heer beginnen. Als je het verpest hebt voor jezelf, je weet, er is een nieuwe dag voor God. Amen. Er is genade bij onze Heer. Halleluja. Halleluja. Dank u, Heer, dat u ons kent, Heer. Dat u ons genadig bent, Heer. Dat u liefdevol bent, Heer. Dank u wel. Dank u wel, Heer, want ik hou van u, Heer. Ik hou van u om wie u bent, Heer Jezus. U bent goed, Heer. Dank u, Vader. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie.
als mijn kracht vermindert, mijn adem stopt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. 10.000 leven hebt gedaan en nog zal doen, Heer. Dank u wel dat we alles bij u mogen leggen, Heer. O, dank u, Heer. We hebben redenen tot dankbaarheid, Vader. 10.000 redenen tot dankbaarheid, Heer. Zoveel redenen tot dankbaarheid, Heer, want u bent goed, Heer. U bent altijd trouw geweest, Heer, en u zal trouw zijn, want dat bent u, Heer. En ik dank u voor uw liefde, Heer, die altijd is, Heer. Die nooit vergaat, Heer. Uw liefde vergaat nimmer meer, Vader. En ik dank u, Heer, dat wij die liefde, Heer, mogen opnemen in ons, Heer, deze ochtend, Heer. De wereld viert Valentijn, Heer, maar wij vieren U, Heer. We vieren dat U bent opgestaan, dat U het volbrachte werk hebt gedaan, Jezus. Dat is de liefde die nooit en nooit zal weggaan, Heer. Dank U voor Uw eeuwige trouw, Heer, dank U wel. Heer, ik hou van U, Heer. Wij houden van U, Heer. En U houdt van ons, Heer. Dank U wel, Vader. Dank U wel dat we op U mogen blijven zien, Heer. Ondanks de omstandigheden, wat U zegt. Dat wij niet wandelen door wat we zien, maar dat we geloven in U, Heer. Dank u wel voor de belofte, Gods, die u ons hebt gegeven. En prijs uw grote naam, Heer. Dank u wel. Groot bent u alleen, Heer. Dank u, Jezus. Halleluja. Zegen in ieder van ons, Heer. En raak ons aan, Heer, deze morgen. Heer, iedereen die met verwachting is gekomen, dat ze aangeraakt mogen worden door uw liefde, Jezus. En dat ze hier weggaan, gevuld met uw Heilige Geest. Dank u, Vader. In de naam van Jezus bid ik u, Heer. Mijn hoop is op u, Heer. Mijn kracht is in u. En mijn hart is van u. Halleluja. We gaan een feestje maken. Woe!
gaan we lekker de Heer aanbidden. Met rustige nummers. Halleluja. Zodat we voor zijn troon kunnen staan met elkaar. Halleluja. Dank u, Jezus. Leeft dan.
Jezus, kijk omhoog en zie wat nog verborgen is. Maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid. En als je lijdt, weet dat het maar voor even is. Als Jezus terugkomt, Nooit meer.
zoals je bent en geef je hart. Prijs de Heer. Voordat we de Heer gaan geven, wil ik graag een tekst met u lezen uit Filippenzen hoofdstuk 4, vers 17 tot 19. De apostel Paulus, die vele brieven heeft geschreven aan de gemeente in het Nieuwe Testament, bijna de helft van het Nieuwe Testament geschreven, die legde ook in die gemeentes eigenlijk de goddelijke principes neer van Gods concept, van wat het betekent om te geven, maar ook om te ontvangen. Hij is degene die ons leerde door 2 Korinthe hoofdstuk 8 en 9, dat als wij geven is het als een zaad wat we zaaien. Nou, de Bijbel zegt hier in Filippenzen, een andere gemeente waar Paulus bij betrokken was en die gemeente die hem ondersteunde, daar zegt Paulus iets heel apart. Hij zegt in vers 17, niet dat ik de gave zoek. Ik zoek niet de gift. Ik zoek niet hetgeen wat gegeven. Eigenlijk zegt hij, het gaat mij niet om de financiën die ik krijg. Zegt Paulus daar. Versen daarvoor zegt hij ook. Kijk, er staat hier, maar laat het even vragen. Niet dat ik de gaven zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. En daar zien we Gods concept. Er staat in vers 18, maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ze hadden een enorme offer hadden ze opgehaald voor Paulus om in zijn bediening te ondersteunen. En dat hielp hem enorm, omdat er andere gemeentes waren waar hij ervoor koos om geen enkel offer op te halen. Er waren nieuwe startende werken, je moet begrijpen, was een soort evangelisatiewerk verschillende. En hij vond het niet gepast en niet juist om dan offers op te halen van die mensen. Dus hij zegt, ik kom gewoon en alles wat ik nodig heb, dat neem ik mee. Ik hoef niks van jullie. Ik kom alleen met een boot. Ik kom jullie iets brengen. Dat was mogelijk omdat er andere kerken waren, zoals de kerk van de Filippenzen, die voortdurend, waar Paulus ook was, stuurden ze hem giften en gaven, zodat hij zijn bediening kon voortzetten op die andere plaatsen. Hij zegt dus, ik heb alles ontvangen van jullie. Ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epafroditus, je zou zo maar heten, ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. En daar zien we dus dat die gemeente, die gaf dus iets in die bediening van Paulus in dit geval. En hij zegt, het is als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. En daarom noemen wij ook, als wij geven, noemen we het offeren aan de Heer. Het is niet slechts een financiële transactie, het is niet geld, zeg maar, wat wij geven. Het is een offer aan de Heer. Het is een offer aan de Heer. Er staat in vers 19 zegt hij, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Dus hier zie je dat Paulus zegt, hij zegt, joh man, Paulus zegt, jullie als Filippenzen, jullie hebben mij enorm gezegend. Maar hij zegt heel duidelijk, ik zoek niet de gaven. Wat ik zoek is de vrucht die op uw rekening toeneemt. En dat is wat we moeten beseffen vanuit Gods hart, vanuit Gods optiek. Als wij geven, dan ja, we investeren in een werk, we investeren in een kerk, we investeren in een bediening. Maar daarachter is het is een offer voor God. En als het goed is, denkt elke bediening er zo over. Ik zoek niet de gave, maar ik zoek de vrucht die wordt toegevoegd op de rekening van diegene die geven. De oogst die voortkomt van een zaad wat gezaaid wordt. En hij sluit dan af. Hij zegt, mijn God zal jou voorzien. Mijn God zal jou voorzien. Mijn God zal jou voorzien in jouw nood. Omdat het een offer was aan de Heer. Amen. Weet als je vandaag geeft dat je mag verwachten. De Heere is jouw voorziener. Amen. God zegen.
with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. And I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your foolishness, I know. But when the world has seen the light, it will dance with joy like we're dancing now. And I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Het is heerlijk om God groot te maken. Amen. Heerlijk. Ik wil vandaag met u spreken over Gods leiding. Ik wil doorgaan over het onderwerp Gods leiding. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eigenlijk een vraag stellen om eens over na te denken. En dat is deze vraag. Laat je toe dat andere mensen in je leven spreken? Laat je toe dat andere mensen in jouw leven spreken? Geef je andere mensen ook de gelegenheid of het recht om in jouw leven te spreken? Daar wil ik het eigenlijk vandaag over hebben, omdat ik denk dat naar Bijbelstandaard is dat een heel belangrijk aspect van onze wandel met God. We zijn bezig eigenlijk met een lange serie wat spreekt over de wil van God kennen en die volgen. Een belangrijk aspect van een wandel met God is dat God ook door andere mensen zal hij ons willen leiden in zijn weg.
En het is dus voor ons een belangrijk aspect om ook na te denken, oké, ik bedoel, wij zouden er allemaal, als wij hier de vraag stellen, weet je, luisteren we naar God? Wil je luisteren naar God? Amen. Wil je luisteren naar de Bijbel? Amen. Weet je wel? Maar als God, de Gods bemoeienis met ons leven heeft ook vaak te maken met mensen die hij op ons pad stuurt, of mensen in een vertrouwenscirkel waarvan hij verlangt dat wij moeten onze oren ook open hebben naar mensen, getrouwe mensen, en ook toelaten dat zij dingen in ons leven spreken. Want God zal anderen gebruiken ook om jou te leiden. Het is niet zo in het Koninkrijk van God dat ik alleen met God kom er wel. Dat is nooit Gods bedoeling geweest. Vanaf het begin heeft God gezegd, het is niet goed dat de mens alleen is. Vanaf het allereerste moment, toen de mens gemaakt was, zei hij, het is niet goed dat de mens alleen is. En de man die kreeg een vrouw naast hem. En dat zorgde voor een geweldige eenheid. Maar het principe gaat door de hele schrift. Het is niet goed dat die mens alleen is. Het is fijn om een persoonlijke relatie te hebben met God. En ook van enorm belang dat wij een persoonlijke relatie hebben met God, waarin wij leren verstaan de stem van God. En ik weet niet hoe het met jou is, en of hoe u dat ervaart, maar heel vaak in de tegenwoordigheid van God, dan ervaar ik wel eens van, nou heren, weet je, als ik dan de tegenwoordigheid van de Heer ervaar, en hij spreekt door zijn woord, of hij spreekt door zijn Heilige Geest, en het is zo opbouwend, het is zo krachtig, dan kun je wel eens denken van, nou, ik heb toch niks of niemand nodig anders dan te zijn bij u. En dat is waar. Hè? In essentie is dat waar, omdat alles draait om wie hij is. Maar aan de andere kant zien we dat er ook een ander principe is, dat ook toen God zijn bedieningen instelde voor de gemeente, toen stelde hij in apostelen, profeten, leraren, evangelisten en herders, pastors. En het waren er 5. Jezus, die had alle 5, deze volheid van de bediening had hij in zich, en hij functioneerde in al deze bedieningen. Maar op de een of andere manier heeft God ervoor gekozen om deze verschillende bedieningen te geven aan verschillende mensen. Wat betekent dat? Dat je hebt verschillende mensen nodig in je leven die in jouw leven spreken om jou te brengen tot wasdom, om jou te brengen tot volwassenheid. Je kan verknocht zijn aan één soort bediening, hè? Je kan verknocht zijn aan een voorganger, je kan verknocht zijn aan een apostel, of je kan verknocht zijn misschien aan een profeet of een bepaalde bediening, en oh, daar kun je maar niet genoeg van krijgen. Maar aan de andere kant moet er ook een brede blik blijven bij ons, omdat God werkt door verschillende bedieningen en verschillende mensen. En net zo goed als dat wij thuis opgroeiend als kind moesten wij ook leren om de groenten op te eten. En waren er dingen die niet zo lekker waren misschien, maar waarvan je moeder zei van, nee, dat moet je wel eten, want die zijn goed voor jou. Die zijn misschien niet zo lekker, maar weet je, hier heb je wat lekkers. Dit mag je allemaal eten. Je moet een beetje van die groene drap. Dat moet je ook. Weet je wel? En als je dat opeet, weet je, dan krijg je een toetje. Weet je wel? En zo, als kind moeten we al leren dat als wij alleen afgaan op onze voorkeuren, of als wij alleen ervoor kiezen om te luisteren naar stemmen die meteen de klik hebben, want daar voel ik iets mee, daar heb ik wat mee, en dat is een persoon die mij zo aanspreekt, dan is daar een groot gevaar dat wij geestelijk ongezond leven. Omdat het nu eenmaal zo is dat met alles, net als met voedsel, daar zijn dingen die wellicht iets minder lekker zijn, maar waar je ook je smaak zal moeten ontwikkelen, zodat je niet eenzijdig voedsel krijgt en vervolgens vitamine en mineralen gaat missen die uiteindelijk nodig zijn voor gezonde groei. En hetzelfde geldt in het geestelijke. Hetzelfde geldt waar het de leiding van God aangaat in ons leven. Er zijn mensen in jouw leven en je zal moeten gaan beoordelen, daar ga ik vandaag ook over hebben, je zal een onderscheid moeten gaan ontwikkelen van, is iemand inderdaad trouw, is iemand een wijze raadgever, heeft die persoon ook de vrucht in zijn persoonlijke leven? De Bijbel zegt, aan de vrucht herken je de boom. Hè? Aan de vrucht zul je ze herkennen. Maar op het moment dat ze dat hebben, hebben ze misschien een andere stijl.
Ze hebben misschien een andere manier van doen. Ze hebben misschien een persoonlijkheid die niet zozeer aansluit bij jouw persoonlijkheid. Maar toch wil God ook dit soort mensen gebruiken soms om op cruciale momenten in jouw leven te spreken. En toch zal soms God in situaties in jouw leven spreken dat het helemaal niet fijn voelt. Het voelt niet comfortabel. In eerste instantie voelt het helemaal niet vredig, want het spreekt je misschien aan. Het disciplineert je misschien op een bepaalde manier. En misschien ben je wel niet gewenst om in dat formaat, in die kleur, in die vorm, op die manier aangesproken te worden. Maar misschien moet je dan gaan ontwikkelen een smaak die voorbij de verpakking kijkt en gaat onderkennen van wellicht is het God die iets tot mij wil spreken. En door de Bijbel zien wij verschillende voorbeelden over dit principe wat wij hier vandaag zien. En dus de vraag, laat je toe dat andere mensen in jouw leven spreken? Hè? En ik bedoel dan natuurlijk ook van, en doe je daar dan ook wat mee? Oké. Gods leiding, hè? God zal je primair leiden door zijn woord. God zal je primair leiden door de Bijbel, Gods geschreven woord. Dat is de primaire bron die hij zal gebruiken om jou te onderwijzen en jou te leiden. Daarom is het zo belangrijk, als gemeente lezen we deze maand het evangelie naar de apostel Marcus. En dus dat is belangrijk en zo stimuleren we eigenlijk met elkaar, bemoedigen we elkaar om het woord van God tot ons te nemen. Want God zal ons primair, in eerste instantie, zal hij ons leiden en zal hij ons onderwijzen en zal hij ons de weg wijzen die wij moeten gaan door zijn woord. God zal je ook leiden door zijn Heilige Geest. Sommigen van ons zijn er heel bekend mee, anderen wat minder bekend. Maar de Heilige Geest die wil in je leven komen en hij wil je leiden. En hij zal tot je hart spreken en je zal ineens weten, wauw, de geest van God die bevestigt mij een bepaalde richting of bepaalde keuzes te maken, bepaalde dingen te laten en mee te stoppen in mijn leven, leiding van de Heilige Geest. God zal je ook leiden door je innerlijke getuigen. De Bijbel spreekt over de innerlijke getuigen. Het is alsof jij van binnenuit in één keer helderheid hebt over wat je moet doen. En het is niet zozeer gedreven op basis van jouw gemoedsrust. Maar het is een diepe vrede van binnen die jou leidt. God zal je soms ook leiden, dat is soms, zal hij jou leiden door een visioen of door een droom. Het kan zo zijn dat God je een visioen geeft, God een droom geeft en dat hij je daardoor zal leiden. We zien het leven van de apostelen, zien we dit ook gebeuren. We zien bij verschillende gelovigen, ook in de Bijbel, dat God ook op die manier wil hij richting en leiding geven. Het zal over het algemeen niet te vaak gebeuren en zoek daar ook niet naar, want voor je het weet, weet je, haal je er allerlei dromen bij en kun je zelfs op een dwaalspoor raken. Op het moment dat een droom of een visioen een hogere plaats gaat krijgen dan het woord van God in je leven. Ook een droom of een visioen moet getoetst worden aan Gods woord. En een ander punt, God zal je soms leiden door nuchter verstand. Door nuchter verstand. God heeft ook niet voor niks je verstand gegeven en soms zal God je leiden door je nuchtere verstand. En zo zie je dus dat nuchterheid, met nuchterheid naar zaken kijken, is ook een belangrijk aspect. Omdat God je ook op die manier wil leiden door gewoon je nuchtere verstand erop los te laten. En dan het punt waar ik vandaag over wil spreken is, God zal je leiden door het advies van andere mensen. God zal je leiden door het advies van andere mensen. Nou, er zijn twee snelle wegen tot een ramp. In de lijn van dit onderwijs. Er zijn twee snellere wegen tot een ramp. En nummer 1 is dat zijn mensen die luisteren naar niemands advies. Dat is een snelle weg tot een ramp. Dan heb je de andere groep mensen, dat zijn mensen die luisteren naar iedereens advies. Dat is ook een weg. Dat is de snelle weg naar een ramp. Enorm veel verwarring, je gaat alle kanten op en het wordt een ramp. En ook hier met dit onderwijs is het dus niet zo van dat je van tevoren vandaag kan zeggen, oh en nu heb je je lijstje, nou weet je vervolgens naar wie je wel of niet moet luisteren. Dat is een onderscheid wat je zal moeten ontwikkelen. Maar het is een principe wat je zal moeten onderkennen, waar je dus mee aan de slag gaat. En waar je gaat merken dat het een enorme zegen voor je gaat zijn. En voor ik dat ga doen wil ik eigenlijk vragen of je mij wil herhalen. Ik wil een proclamatie uitspreken wat spreekt over een open hart. Een open hart, een hart wat zich positioneert als zijnde openstaan voor Gods leiding en andere mensen die spreken in jou of mijn leven. En het is niet dat ik je verplicht om na te spreken, maar ik geloof dat dit de weg is die strekt tot leven. En dus als jij ermee in kan stemmen, spreek mij dan na. Herhaal me dan. Soms zal God op me spreken, mij leiden en me wijsheid geven,
door het advies van andere mensen. Ik ben niet trots, niet arrogant, niet stijfkoppig. Ik zal luisteren naar andere mensen die meer wijsheid en kennis hebben dan ik. Ik ben niet alwetend, ik weet niet alles en ik ben dus nederig. En ik zal luisteren naar anderen. Dat is een principe waar ik dus vandaag over wil spreken. Spreuken 11 vers 14, de eerste tekst die ik daarover wil lezen. Spreuken zegt daar heel veel over. Spreuken hoofdstuk 11 vers 14 staat hij. Als er geen wijze raad komt, komt een volk ten val. Maar er komt verlossing door een veelheid van raadgevers. Hier zien we dus een Bijbels principe is voor een heel volk. Als er geen wijze raad komt, als er niemand is die wijze raad heeft, of er wordt niemand toegestaan om wijze raad te geven, dan komt een heel volk komt ten val, maar er komt verlossing door een veelheid van raadgevers. Dus het is, om het zo te zeggen, het is wenselijk dat daar meerdere raadgevers zijn. Dat je je begeeft in een groep met mensen waar meerdere raadgevers zijn. Wijze raadgevers. Waarom? Daar is verlossing. Daar is altijd oplossing in raad en wijsheid. De Bijbel zegt dat wij boven alle dingen, ook in Spreuken staat, dat boven alle dingen moeten we zoeken naar de wijsheid van God. Boven alles wat u verkrijgt, verkrijg wijsheid, verkrijg inzicht, zoek daarnaar. En dus, wat wij moeten begrijpen is dat de Bijbel ons leert dat dat komt vaak door raadgevers. En zoals het woord van God gesproken wordt in je leven, daar heb je een raadgever en dan heb je iemand die jou raad geeft. Maar er zijn meerdere mensen ook in jouw omgeving, er zijn meerdere mensen ook in de gemeente die jou raad kunnen geven. Er zijn meerdere mensen ook zelfs in jouw omgeving. Die misschien niet eens zozeer in jouw kerk zitten, maar die jou wel raad kunnen geven. Omdat ze op dat vlak meer expertise, meer kennis, meer ervaring, meer wijsheid hebben. He? En er staat natuurlijk veelheid van raadgevers. Het is simpel, het moeten natuurlijk geen domme raadgevers zijn. Die heb je dus ook. He? Je hebt de domme raadgevers. En de domme raadgevers hebben we er wel eens over gehad. Dat zijn mensen die hebben niet de vruchten in eigen leven. Dus zij willen jou iets vertellen, bijvoorbeeld, ja, ik zal jou wijze raad geven over hoe je met je financiën om moet gaan. En zelf staan ze in het rood. Hebben ze een groot tekort. Dat zijn niet de raadgevers die je moet hebben. Diezelfde soort mensen kunnen jou misschien juist heel goed raad geven hoe je in liefde kunt wandelen naar anderen. Want die vrucht kunnen zij heel goed wel zelf hebben. Dat kunnen echt diezelfde mensen die wellicht op het gebied van financiën nog de wijsheid van de Heer nog niet hebben ontdekt. Wel denken dat ze wijsheid hebben, maar weet je, op een financieel vlak hebben ze niks staan. Het is één groot zooitje. Dat soort mensen laat je niet toe om te spreken, om jouw raad te geven op het moment dat jij zoekt naar een raadgever voor jouw financiën. Nogmaals, diezelfde persoon, niks mis zozeer met, het is niet een waardeoordeel van die persoon. Je moet wel oordelen, maar je hoeft hem niet te veroordelen. Diezelfde persoon kan juist hele andere sterktes hebben. Bijvoorbeeld in liefde wandelen naar anderen. En jij die misschien lastig vindt om, wow, jij bent altijd zo positief. Jij bent altijd zo, je hebt mensen lief. En hoe kan dat? Diezelfde persoon zou jou wel raad kunnen geven op dat vlak, op het moment dat je daar raad voor nodig hebt. Snap je? Dus het is niet een waardeoordeel van, je veroordeelt daarmee mensen of je maakt mensen zwart. Nee, het gaat erom, je moet met een heldere, nuchtere kijk mensen gaan beoordelen. Niet veroordelen. Mensen hebben vaak bij het woord oordelen, misschien meteen wordt er dan gedacht, veroordelen. Maar nee, niet veroordelen, maar oordelen. Anders gezegd, onderscheid maken. Amen? Een belangrijk principe. Spreuken 12 vers 15 en ik ga achter elkaar even wat teksten noemen om dit ding echt goed te baseren op Gods woord. Hè? Spreuken 12 vers 15. De weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen. Maar wie naar raad luistert is wijs. Nou, ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb mijzelf nog nooit echt als dwaas gezien. Oh, er is wel iemand van wel. Kijk. In die zin, omdat hier ook staat, de weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen. Heel vaak is het zo, in mijn leven ook, dat ik op een gegeven moment op een bepaald pad zat, dat ik dacht van, ik zit helemaal goed. Ik ben goed bezig, inderdaad. We zijn goed bezig. Maar het punt is, ben ik goed bezig? Is mijn weg getoetst bij anderen? Heb ik het ook bij anderen neergelegd?
heb ik mensen in mijn vertrouwenscirkel meegenomen in het proces waar ik in zit? Of komt dit voort vanuit mijn misschien wel stijfkoppigheid of mijn eigen wijsheid? En denk ik dat ik goed zit, maar zit ik helemaal niet goed? Snap je wat ik bedoel te zeggen? Zo kunnen er dus dingen zijn. Ik ga zo straks worden wat praktischer. Hè? Nou, laat ik gelijk een praktisch voorbeeld noemen. Je wil een zaak starten. Je wil een eigen business wil je gaan neerzetten. Je hebt bij een werkgever gewerkt en je hebt een droom, je hebt een passie om een eigen zaak te starten. Het punt is, op het moment dat je daarmee wil gaan starten, heb je wijze raadgevers nodig. Mensen die dat pad al een keer bewandeld hebben. Mensen die de positieve ervaring hebben van hoe je succesvol een zaak kan opstarten. Als je in onwetendheid, wellicht met een enorme heilige passie, begint aan een baan, zonder dat je daar, of aan een bedrijf, zonder dat je daar andere mensen bij betrekt, dan is het gevaar bestaat daar. Als daar geen kennis is bij jou, als daar geen ervaring is bij jou, dan bestaat daar het grote gevaar dat je helemaal de mist in gaat, terwijl je de overtuiging had dat je hartstikke goed bezig was. Je hebt zelf dat pad nog nooit bewandeld. En dus heb je mensen nodig die jou op dat vlak helpen. Amen. Daarom mensen die willen gaan trouwen, zijn wij gestart met een pre-marriage course. Een cursus voor je huwelijk die jou voorbereidt op het huwelijk. Waarom? Heel veel mensen, gebaseerd, gefocust, gevuld door emoties, positieve verliefdheid. Weet je, dit komt helemaal goed. Wij gaan trouwen. Die komen er, de praktijk leert, die komen er dan na verloop van tijd achter dat die verliefdheid die werd minder. En nou ineens wil ik jou niet meer. Maar ja, we zijn getrouwd. Nou, dan maar scheiden. Ik breng het natuurlijk, ik chargeer wat, maar ik bedoel, op het moment dat jij, terwijl op de dag van de bruiloft was het, jongens, het feest kon niet op, wat een stralend paar, ze houden zo van elkaar. Iedereen werd helemaal weer verliefd, weet je, als ze zagen dat stel, iedereen werd weer opnieuw verliefd, weet je wel. Het was zo fantastisch. Maar het punt was, omdat er geen raad was, omdat er misschien wel geen raadgevers waren, omdat er niemand werd toegestaan of omdat die twee, dat koppel zich niet toelegde op het voorbereiding op dat huwelijk, wat een levensgrote beslissing is, is het gevaar aanwezig dat het helemaal misgaat. En dus, er zijn heel veel mensen, jammer genoeg vandaag de dag, waarbij het huwelijk niet werkt. En hoe kan dat? Omdat op het moment dat wij een beroep willen gaan doen, hebben we eerst 8 jaar lang basisschoolonderwijs. Dan na basisschoolonderwijs krijgen we voortgezet onderwijs, misschien 4 jaar. Dan wil je misschien wel doorstuderen. En mensen komen in succesvolle functies terecht op basis van minstens 16 jaar onderwijs. En dat 16 jaar onderwijs, die basis van 16 jaar onderwijs zorgt ervoor dat wij wellicht succesvol kunnen zijn in een functie. Maar dan op het moment dat we willen trouwen, wat veel verder gaat dan een baan of een functie, dan zeggen wij, ja, maar het voelt goed, joh. Laten we het gewoon doen. Weet je, ik voel het ook zo. Voel jij het ook zo? Ja, ik voel het ook zo. Hallo. En dan gaat een huwelijk gaat mis. Hoe kan dat nou? Nou, hoe kan dat nou? Je hebt 16 jaar geleerd voor een of andere functie in het bedrijfsleven. Waar je wellicht succesvol in bent. Maar nu ineens wil je een relatie doen. En wat is je voorbereiding geweest? Ik weet dat ik het vrij op de scherpte breng op dit moment. Ik probeer niemand op de tenen te trappen hier. Maar Zo nuchter kijken wij vaak niet naar de besluiten die wij maken. We starten met een zaak. De Heer zal mij voorspoedig maken. Halleluja, halleluja, halleluja. Weet je? De Heer heeft me een passie gegeven. Ik heb talent. Halleluja. De Bijbel zegt, als ik God gehoorzaam, ik zal voorspoedig zijn in alles wat ik onderneem. Een jaar later zitten die mensen en zeggen, ja, sorry, ik moet me uitschrijven van de Kamer van Koophandel, want het is helemaal misgegaan, joh. Ik heb een lening en helemaal fout. Had de Heer niet gesproken dan? Nou, waarschijnlijk wel. De Heer had je waarschijnlijk wel die visie gegeven. Alleen het ontbrak je aan wijze raadgevers. Het ontbrak je aan mensen die je nodig zou hebben om jou heen. Om dat plan
tot succes te kunnen brengen. Je hebt mensen nodig om je leven tot een succes te maken. Andere mensen. Mensen die expertise hebben. Als gemeente is dat een onderdeel van onze visie. Wij willen ontdekken waar mensen hun kracht hebben, waar mensen hun bediening hebben, waar mensen hun gaven hebben. Daar willen we mensen in krijgen. Daar willen we mensen in hun kracht zetten. We weten ook dat deze mensen kun je niet in één klap in een bepaalde plaats of positie zetten. Er zal eerst door een periode van dienstbaarheid zal het karakter gevormd moeten worden, zodat die mensen ook die verantwoording kunnen dragen om in een plaats te staan waar inderdaad zij in hun kracht en in hun sterkte staan en een zegen kunnen zijn voor anderen. Want de gemeente zou zo'n plaats moeten zijn, dat is mijn visie, dat is mijn droom, dat is het concept wat ik geloof wat uit God geboren is, dat de gemeente zou een plaats moeten zijn waar alle voorziening aanwezig is. Daar zijn we nog niet, maar we zijn wel onderweg. Amen. En we gaan daar komen. We gaan daar komen als gemeente. Maar dit is dus een belangrijk principe daaraan. De weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen, maar wie naar raad luistert is wijs. Wie naar raad luistert is wijs. Dan Spreuken 13 vers 10. Overmoed geeft alleen maar ruzie, maar wie zich raad laat geven is wijsheid. Overmoed geeft alleen maar ruzie, maar bij wie zich raad laten geven is wijsheid. Overmoed zegt, hey, jij hoeft me echt niets te vertellen, dankjewel. Ik heb dit helemaal onder controle. Nee? Maar er staat hier, maar bij wie zich raad laten geven is wijsheid. Dus daar zal ergens wij zullen altijd een oor moeten hebben naar de dingen die gesproken worden om ons heen. We zullen een oor moeten hebben naar wat is Gods wijsheid, wat is Gods instructie, wat wil God op mij spreken. De Bijbel in gewone taal die zegt deze tekst als volgt. Mensen die eigenwijs zijn maken altijd ruzie. Mensen die naar goede raad luisteren zijn wijs. Het is heel to the point, maar het zegt het wel. Mensen die eigenwijs zijn, die maken altijd ruzie. Mensen die naar goede raad luisteren, die zijn wijs. Dan Spreuken 15 vers 22. Plannen falen als er geen overleg is. Maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Zie je dat? Plannen falen als er geen overleg is. Dus als jij een plan hebt en je zegt ik ga ermee aan de slag en je overlegt met niemand, dan zegt de Bijbel het gaat falen. Dat is gewoon een profetisch woord voor je. Dan. Het gaat falen. Je zal een plan moeten overleggen. Je zal een plan moeten hebben. Je zal mensen om je heen die je kunt vertrouwen, die dat pad al een keer gelopen hebben, of die het inzicht hebben, waarvan je weet, het zijn getrouwe mensen die wandelen met God, of getrouwe mensen die expertise hebben, die zul je om je heen moeten hebben om te kunnen overleggen. Je overlegt, en als je verkrijgt wijsheid daardoor, en daardoor met de vele raadgevers die jij in je leven hebt, misschien moet je boeken lezen erover, misschien moet je een studie volgen erover. Je gaat eens praten met mensen. Je gaat eens overleggen met die. Je gaat eens lunchen met die om eens even goed om van gedachten te wisselen. Vele raadgevers. De Bijbel zegt, komt het nodige tot stand. Door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Dan Spreuken hoofdstuk 20 vers 18. Plannen komen door overleg tot stand. Voer daarom oorlog na rijp beraad. Huh? Plannen komen door overleg tot stand. Voer daarom oorlog na rijp beraad. Misschien wil je, dit spreekt natuurlijk over de strijd aangaan, oorlog voeren. Je kan een tekst helemaal uit balans pakken. Je kan bijvoorbeeld zeggen van, ik ben meer dan overwinnaar door Christus die mij lief heeft. Amen, dat is waar. Het woord van God zegt het ook. Ik ben meer dan overwinnaar door Christus die mij kracht geeft. En dus, deze strijd met mijn werkgever ga ik aan. Hij zal het stof eten. Want de Heer heeft mij de overwinning gegeven. Kan zo zijn. Misschien een conflict op je werk of iets dergelijks. En je pakt een tekst en weet je, het schiet je naar je hoofd. En je denkt, dit is hem. Die man gaat eraan. Weet je wel? Snap je wat ik bedoel te zeggen? Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Dit is niet hoe plan tot stand komen. Dit is ook niet hoe jij je strijd kiest. De Bijbel zegt dat een plan komt pas tot stand door overleg. En daarom als je een oorlog in wil gaan, je wil een strijd aangaan of je wil iets gaan ondernemen, dan doe dat dan naar rijp beraad. Wat betekent dat? Nooit overhaast.
Als je iets onderneemt, doe je het nooit overhaast. Niet op basis van impuls. Je doet het op basis van wijs beraad. Je neemt of rijp beraad. Wat betekent rijp? Dat betekent dat iets is gerijpt. Je hebt een idee, dat is goddelijk. Hoogstwaarschijnlijk is het een inspiratie. Als je het zodanig ervaart, heb je een idee en dat is puur. Doe daar niks aan af. Het is niet zo van, dat idee is waardeloos. Nee, nee, nee. Het is iets puurs, alleen het is nog niet rijp. Het is jong. Het moet groeien, het moet nog ontwikkelen. Je zal er nog in moeten investeren. Je hebt raad nodig. Je hebt ook tijd nodig om een concept, een droom, een idee te laten volwassen worden in jouw leven om vervolgens dat te kunnen uitvoeren. Er zijn andere manieren, hè, om dat te doen. Dat is gewoon gelijk starten, boom. En door trial and error, weet je wel. Door struikelen, vallen en opstaan, leer je het. En dat kan. En er zijn ondernemingen die op die manier heel succesvol worden. Maar dat is een uitzondering. De meeste daarvan, die raken gedesillusioneerd langs de weg. Gelukkig horen wij alleen de succesverhalen. Vaak in de wereld. Hè. Heel veel mensen die een succesvolle business hebben, wereldwijd, multinational, zijn mensen die hun eerste drie bedrijven gingen failliet. Hun eerste drie ondernemingen gingen gewoon failliet. En daarna leren ze op basis van die enorme klappers die ze kregen te verwerken. Oh, dat moeten we anders doen. En dus die tweede keer deden ze het anders. En het ging al ietsjes beter, maar toen boom, misschien op een ander vlak, gingen ze helemaal de mist in. Bedrijf weer failliet. Toen de derde keer dachten ze, nou gaat het veel beter. Ik heb zoveel ervaring ondertussen. Boom weer. En toen nog even bij de vierde keer rolden ze ineens een multinational uit die over de hele wereld succesvol was. Zeggen, wat jongen, wat geweldig. Hè? Dat zijn succesvolle mensen. Daar is wat aan vooraf gegaan. Daar is wat aan vooraf gegaan. En dus heb je dus die twee manieren. De voorkeur verdient het natuurlijk om gewoon eerst te praten met die mensen. Die eerst drie keer zelf onderuit zijn gegaan. Zodat je niet eerst zelf drie keer onderuit hoeft te gaan. Voordat jij succesvol bent. Dit is in het teken van onderneming. Maar het kan dus zijn op elk gebied van je leven is dit dus een ding. Of het nou hebt over huwelijk of financiën of relaties of iets op je werk. Overleg. Overleg met getrouwe mensen. Laat raadgevers toe. Kom nooit in het isolement terecht. Ik kies mijn weg. Ik doe het op mijn manier. Dat zijn de woorden van een dwaas. En het einde daarvan is slecht. Is slecht. En ik ben niet de persoon die hier komt zeggen, jij mag dat niet. Het mooie is dat God geeft ons wel allemaal de keus. Wij mogen allemaal zelf wel die keuze maken. Als wij dat willen, prima. Doe je ding. Alleen Gods gedachte voor ons is, laat anderen toe. Want er is wijsheid in een veelheid van raadgevers. Spreuken 24 vers 6. Want na rijp beraad zult u oorlog voeren voor uzelf. En in een veelheid van raadgevers ligt de overwinning. Dus op het moment dat daar strijd is in je leven, elk vlak waar je strijd hebt in je leven, zul je op zoek moeten gaan naar raadgevers. Niet alleen zelf. Sommige mensen van ons zijn opgevoed om alleen vechters te zijn. Sommige mensen zijn opgevoed. Ik had een opa, een schat van een man, diep van binnen. Maar nee, ik overdrijf hier wat. Maar nee, hij was echt een hele lieve man. Hij had, zijn kleinkinderen hield hij ook ontzettend van. Maar in zijn leven was een en om hem heen was enorm veel strijd. En altijd, en ook met mijn ooms en tantes. Heftig. De man had zoveel conflicten in zijn leven. Maar het punt, het werd eigenlijk duidelijk op het moment dat je hoorde hoe hij was opgevoed. Hij liet niet snel mensen toe om te spreken in zijn leven. Hij was wel iemand die graag sprak in iemand anders zijn leven. Maar hij liet niet anderen toe om te spreken in zijn leven. Maar hij groeide op een manier dat hij al heel jong geïsoleerd werd. Dus hij groeide op, ze waren arm. De ouders hadden geen aandacht voor de kinderen. En op een gegeven moment, hij heette Jan. En als hij dit vertelde, dan zeker op latere leeftijd, dan sprongen de tranen in zijn ogen. Want hij begon op een gegeven moment, als mensen ouder worden, vaak dan ineens beginnen ze bepaalde dingen te delen die ze daarvoor nooit konden delen, diep hebben weggestopt. En die op een gegeven moment, met dat je ouder wordt, gaat dat toch naar boven komen en begon dat te delen. Hij vertelde dat hij op 6-jarige leeftijd, dat de dag aanbrak dat hij jarig was. En het was zijn verjaardag. En als kind van 6 jaren heb je daar naartoe geleefd en je hebt misschien wel de nachtjes geteld. En je weet op een gegeven moment, het is nog 3 nachtjes, het is nog 2 nachtjes, het is nog 1 nachtje. En die dag werd hij wakker en hij was 6 jaar oud.
En er was niemand die hem feliciteerde. Niemand die opstond. Hij zegt, toen ging er iets kapot in hem dus. Op een of andere manier was het was waarschijnlijk andere jaren ook al gebeurd. Maar op 6 jaar besefte hij echt wat hem overkwam. Hij zegt, Jantje, zegt hij. Hij heette Jan. Maar hij zegt, Jantje moest zichzelf feliciteren. Jantje moest zeggen, Jantje, van harte gefeliciteerd. Met je verjaardag, jongen. Maak er een mooie dag van. Geen aandacht. Isolement. Geen aandacht voor zijn gevoel. Geen aandacht voor zijn beleving. En deze man groeide op in een houding. Niks houdt mij klein. Niks gaat mij tegenhouden. Niemand gaat denken dat hij mij in mijn emoties kan raken. Of denkt dat hij mij kan vertellen hoe het leven in elkaar zit. Ik heb het zelf gezien. Ik heb het zelf ontdekt. En het zorgde ervoor dat hij een hele sterke mening ontwikkelde. Dus altijd als je met hem sprak dan... Hij was aan zenden. En ik als kind zat erbij. Dus dat was meer tussen de volwassenen. Hè? Dat is hoe ik het meekreeg. Maar hij was aan zenden. En als je daar tegenin ging... Er was geen ruimte voor. Jantje was vanaf jongs af aan gevormd tot een persoon die door de pijn waar hij doorheen was gegaan, zijn hart had gesloten voor raad van anderen. Het was niet zozeer zijn eigen keus om, zeg maar, als iemand die niks, geen raad toestond of als een dwaas te handelen. Het was gewoon wat hem was aangedaan. Als wij zo'n achtergrond hebben, hè, misschien zit je hier en zeg je, nou, ik heb soortgelijke dingen meegemaakt, ik herken dit. Dan zal er op een gegeven moment een moment moeten komen in je leven dat je zegt, oké, ik weet wat mij is aangedaan en ik begrijp dat datgene wat ik heb doorleefd heeft mij gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Aan de andere kant is het God die jou de weg tot leven wijst en die jou juist wil zeggen, joh, laat het los. Laat los wat geweest is. Je hoeft het niet alleen te doen. Je zal juist een oor moeten gaan ontwikkelen wat open staat voor anderen. Wat, weet je, zelfs daar waar je voelt van ik moet alleen voor gaan, ik moet alleen vechten. Raadgever staat hier. Als jij wil vechten, jij wil een oorlog aan, jij wil gaan vechten, je hebt een crisis in je leven, doe dat niet alleen. Dat is wat de Bijbel zegt, doe dat niet alleen. Deel het met mensen om je heen die je kunt vertrouwen. Mensen die wijze raad hebben, mensen die goede vrucht hebben in hun leven. Zij willen je helpen. Zij zullen je raad geven. Zij zullen voorkomen dat jij raakt totaal in de clinch en in de knel. En uiteindelijk een leven leidt waar je later op terugkijkt en zegt, het was ruzie. Het was conflict. Het was zwaar. Het was moeilijk. Amen. Dus dit zijn principes die heel nauw komen in de levens van mensen. Dit is heel erg bepalend voor welke keuzes wij maken en hoe ons leven zich ontwikkelt. Het is goed om van goede raadgevers advies te ontvangen. Goede raadgevers hebben wijsheid, hebben ervaring, hebben training, hebben kennis, hebben kunde. Wees ook voorzichtig, want sommige mensen hebben niet de vrucht en dan luister je dus niet. Niet alle raad is goed. Niet alle raad is goed. Er is ook raad wat niet gebaseerd is, wat gebaseerd is op een vreemde geestelijk concept of rare geestelijke invloeden. Dat zijn ook dingen die moet je aan de kant zetten, want het is niet in lijn met de pure waarheid van Gods woord. Andere mensen hebben zoveel raadgevers dat ze na alle raad nog meer in verwarring zijn vanwege soms uiteenlopende adviezen en ze stagneren en bereiken vervolgens ook niets. Dus er is ook zoiets dat je soms zul je ook moeten op. Je kan niet je hele leven naar raad blijven zoeken en nooit een besluit maken. Als je een paar raadgevers hebt gehad waarvan je weet ze zijn allemaal vertrouwde mensen, zul je ergens op basis van de raad die jou is gegeven, zul je op basis van nuchterheid van jouw hart voor jouw leven keuzes moeten maken op basis van raad van enkele mensen die misschien wel uiteenlopend is, maar het zijn allemaal vertrouwde raadgevers. Dan zul je een keuze moeten maken voor jouzelf. Niet maar blijven zoeken naar raad, nog eens met die praten, nog eens bij die neerleggen, nog eens daar. Want vervolgens, je gaat geen besluiten maken en je gaat nergens naartoe. En dit zijn mensen die heel veel raadgevers hebben, die hebben vaak niet het onderscheid om een goede keuze te maken en krijgen dus ook vaak slecht advies. Ik noemde net al voor zaken en business, als je geen ervaring hebt, win advies in van ervaringsdeskundigen. Voor financiën, als je er niet veel verstand van hebt, win dan advies in. Er zijn mensen die hebben dat wel. Er zijn mensen die hebben dat al doorleefd.
En win dus advies in van professionals. Bepaalde juridische zaken, win advies in. Verkrijg wijsheid, zegt de Bijbel. Zorg dat je raadgevers in je leven hebt. Soms heb je ook te maken met mensen die geven jou advies omdat het hun voordeel biedt. Daar zul je mee uit moeten kijken. Er zijn verkeerde motieven. Dus je zal ook moeten kiezen met wie spreek ik. En je zal ergens moeten wegen ook waarom zegt die persoon. Wat is zijn belang, wat is haar belang dat zij of hij deze dingen in mijn leven zegt. Je zal ook de motieven van de raadgever zul je moeten wegen om te onderkennen. Is dit raad waar ik iets mee kan of is dit raad wat gekleurd is door een verkeerd motief? En als je dus op een gegeven moment een raad krijgt waarover jij niet helemaal helder bent, je bent niet helemaal duidelijk van nou, ik weet niet of dit wel zuiver is, zorg dan voor een second opinion, zoals we dat noemen. Zorg ervoor dat je iemand anders die je wel kunt vertrouwen, ook weer in vertrouwen neemt, jouw situatie uitlegt en zegt, dit is, wat denk je ervan? Dit is raad wat ik kreeg, wat denk je ervan? Totdat je helder hebt, het is op basis van zuivere motieven, heb ik advies en raad gekregen, nou kan ik besluiten maken. Amen. Spreuken 14 vers 15 zegt namelijk, een onverstandige gelooft elk woord. Een onverstandige gelooft elk woord. Maar een schrandere let op zijn schreden. In de Bijbel in de gewone taal staat, domme mensen geloven alles meteen. Dat is nog eens recht voor de raap, hè? Domme mensen geloven alles meteen, maar verstandige mensen denken eerst na. Dat is weer dat nuchtere verstand ook. Je kan niet alles zomaar geloven. Je hebt mensen die brengen iets zo overtuigend. Ze hebben flair, ze hebben charisma, ze hebben overtuigingskracht. Ze hebben bombarie, ze brengen het over. Je denkt, man, die hebben de hele wereld in hun broekzak. Maar kijk eens voorbij die bombarie. Kijk eens voorbij de flair. Kijk eens voorbij die overtuigingskracht. Misschien spreekt het je aan, misschien spreken dat soort mensen jou juist aan en daarom luister je naar. Maar kijk eens naar de vrucht van hun leven. Wat hebben ze nou werkelijk staan? Zijn ze werkelijk zoveel waard als dat ze zichzelf voordoen? Is hun raad inderdaad gebaseerd op weet je, is het een lege schil? Is het eigenlijk een leeg geluid? Heeft het een prachtige verpakking? Heeft het een enorme overtuiging, maar zit er uiteindelijk niet een goede vrucht achter in het persoonlijk leven van die persoon die de raad geeft? Ik spreek hier best uitvoerig over, omdat in mijn tijd als voorganger, als pastor over mensen, wat nu, ik zit dus nu, dit is volgens mij mijn 14e jaar als voorganger over een gemeente, heb ik gemerkt dat heel veel christenen op de een of andere manier vaak knel lopen op dit vlak. Of omdat ze geen raad accepteren of geen raad tegen of geen raad accepteren, geen raad toelaten. Of dat ze weglopen met bepaalde stemmen die uiteindelijk zelf de vrucht in hun leven niet hebben. Al zou je gewoon met een nuchter verstand even naar de situatie kijken, zou je zomaar kunnen inschatten van joh, daar zou ik eigenlijk helemaal niet naar moeten luisteren. En dan moet dus een onderscheid komen. Ik zou dit spreken, dit is een lijn van onderwijs die ik al een tijd geleden heb uitgewerkt. En ik zou er dus nu spreken, maar ook de afgelopen week in verschillende gesprekken kom ik er weer achter dat je met mensen te maken hebt waarbij je soms komen mensen pas bij je als het te laat is. Ze komen bij je als alles kapot en vernield is. En dan zeggen ze, ik heb hulp nodig. En weet je wel, God zegent deze. God, weet je, God, ik bid dat God deze mensen zegent en helpt. Daar gaat het mij niet om. Snap ik wat ik wil zeggen? Dat is niet het punt. Dat is erg genoeg en deze mensen hebben hulp nodig. En we zullen alles in het werk stellen om deze mensen te helpen. Maar het probleem is hier. Mijn eerste vraag was, waarom heb je nooit eerder verteld dat deze dingen aan de hand waren? Terwijl ze al jaren spelen. Jaren spelen. Waarom kom je nu, nou het over is, klaar, de bom is gebarsten en dit en dat. Snap je wat ik wil te zeggen? En in ons zal er iets moeten veranderen. Er zal ook in de cultuur van de gemeente, ik zeg niet dat dat in de hele cultuur van de gemeente is, want de ene persoonlijkheid is juist is heel open. Hè? En die vraagt nog net niet, wat moeten we vanavond eten, pastor? Maar, snap je wat ik wil te zeggen? Maar, en andere mensen, die hoor je nooit. En in één keer op het moment dat het echt helemaal uit, het is helemaal fout en mis, dan ineens zeggen ze, ja, ik heb hier een groot probleem, weet je wel. Wil je de begrafenis leiden? Bij wijze van spreken, ik zeg maar even wat. Snap ik wat ik wil zeggen? Waar komt het vandaan? En dat heeft te maken met die raadgevers.
Wij zijn soms geconditioneerd op een manier, ik leef mijn leven. Ik doe dat op mijn manier. Mensen hoeven ook niet te weten mijn strijd. Ik hoef mensen niet te vermoeien. En begrijp me goed, ik ga straks ook zeggen, dat is ook niet de bedoeling dat het allemaal bij mij terechtkomt. Hè? Dus, maar daarom ook binnen de gemeente hebben we verschillende raadgevers. Hebben we mensen, geloof ik ook, in een meervoudig leiderschapsteam. Merk ik ook nu als gemeente, wij groeien nu. Wij gaan door die ledengrens van 200 leden, inclusief kinderen, zijn we doorheen aan het breken. We groeien daar naartoe. Maar we merkten ook dat daar gaan wij nooit voorbij. Op het moment dat wij niet een meervoudig leiderschap krijgen. En dat we niet meer mensen krijgen die de schouders eronder zetten. Getrouwe mensen, bekwame mensen. Mensen die staan voor waarheid en gerechtigheid. Die met elkaar eigenlijk gaan staan in één linie om de gemeente te bouwen en te ondersteunen. En er zijn dus veel meer raadgevers nodig. We gaan zo een voorbeeld daarvan lezen van Mozes, die met hetzelfde situatie te doen had. Maar er zal ergens een ding in moeten zijn in ons leven. Als ik ergens knelloop of ik heb een strijd, dan moet ik daar iets mee. Ik hoef daar niet alleen maar allemaal uit te vechten en mijn weg maar te vinden achter gesloten deuren en gesloten gordijnen. Kom voor hulp. Laten we samen zoeken naar een oplossing. Wellicht kun je op dat vlak kun je al zorgen dat dingen hersteld worden, zodat je niet zo ver komt op een gegeven moment dat de bom barst en dan is het haast niet meer te herstellen. En jammer genoeg gebeuren deze dingen. En het hoeft niet. Het hoeft niet. Oké? Dus domme mensen geloven alles meteen, verstandige mensen denken eerst na. Een verstandig mens begrijpt namelijk de noodzaak van bewijs. Oké? Jij kan mij een theorie geven, jij kan iets zeggen, maar is daar ook bewijs voor? Is dat echt zo, wat jij zegt? Ja, want de Bijbel zegt hier, oké, maar zelfs de Bijbel kan uit de context worden gehaald. Iemand kan jou een tekst, kan je met een tekst slaan. Zo, hier heb je je tekst. Weet je wel? En dan zeg je, ja, maar wat zie je, dat zegt de Bijbel. Maar tuurlijk, met elke tekst, je kan alle kanten op slaan met de Bijbel. Met de Bijbel kun je iemand bewusteloos slaan. Maar dat hoeft hem, weet je, dat helpt hem niet. Het is ook de context, het is ook begrijpen van, wacht even, oké, is dit inderdaad gezonde doctrine waar jij het over hebt? Of haal je iets helemaal uit balans en probeer je dat bij mij weg te leggen? Bewijs. Ik wil weten, als mensen op cruciale punten van jouw leven raad en advies geven, dan heb jij het recht om te weten, is dit gegrond op krachtige grond, op de rots. Amen. Je hebt goed advies, je hebt slecht advies. Niet iedereen is op elk gebied expert. Je kan beter leren van iemand met ervaring dan opnieuw het wiel uit te vinden. Amen. Je kan beter leren van iemand met ervaring dan opnieuw het wiel uit te vinden. En een onderscheid wat je kunt ontwikkelen en wat je allemaal zal hebben en waar je naar moet leren luisteren is, wat ervaar je van binnen? Wat ervaar je van binnen? En aan de andere kant, als jij nog niet ervaart van, nou, dit is inderdaad raad waar ik wat mee kan, waar ik wat mee moet, dan wacht je gewoon nog even. Dan wacht je gewoon nog even. Handel niet overhaast. Wacht. Neem nog geen besluit. Wacht. Laat het rijpen. Onderscheid moet worden ontwikkeld. Er zijn in de Bijbel verhalen van mensen die door goed advies goed uitkwamen. En er zijn in de Bijbel verhalen die door slecht advies slecht uitkwamen. He, wat ik net al even noemde. En ik wil een voorbeeld aanhalen vandaag over Mozes. Mozes, ik bedoel, als je het hebt over een man van God. Mozes was een man van God. Wie weet, Mozes was een man van God. Dat is heel bijzonder. De Bijbel leert ons dat God sprak op allerlei manieren tegen allerlei mensen. Maar God zegt over Mozes, hij zegt, Mozes is anders, zegt hij. Mozes is anders. Met Mozes spreek ik van aangezicht tot aangezicht. Dus hier hebben we te maken met een man van God die zo dicht bij God wandelde. Dat hij van aangezicht tot aangezicht met God sprak. Dit was de man die de brandende braamstruik zag en God begon te spreken. En God richtte hem op als groot leider om zijn volk te verlossen uit de slavernij van Egypte. God gaf hem de staf waar de autoriteit in was om de Rode Zee te splitsen. En het volk over te laten gaan op droge grond en de Egyptenaren die verdronken in diezelfde Rode Zee. Bitter water werd zoet gemaakt door wonderen die God door Mozes, deze man van God, bewerkstelligde. Mozes was een man van God. Ik bedoel,
zoveel grote dingen, zoveel wonderen, zoveel bovennatuurlijke inzichten kreeg hij. Toch zien we dat zelfs Mozes, die zo'n close relatie had met God, dat zijn schoonvader Jethro die komt op bezoek. En Jethro die begint Mozes raad te geven. Die begint adviezen te delen met hem. Die zegt, wat jij doet, is niet goed. En die schoonvader, vanuit visie blijkbaar voor zijn schoonzoon, die is dus vrijmoedig genoeg om gewoon advies te geven. En zegt gewoon wat hij ervan denkt. Wie zit te wachten op raad van zijn schoonfamilie? Je hoeft niet je handen op te steken, wat is dit een grapje? Nee. Maar stel je wat ik bedoel te zeggen? Er zijn dynamieken daar, er kunnen daar dynamieken zijn, dat je zegt van nou wacht even, hey, ho. Mozes had kunnen zeggen, Jethro, met alle respect, heb jij zo'n staf? Zullen we dan even verder praten? Zodra jij zo'n staf hebt, laten we dan even verder praten, ja? Jethro, jij bent een priester ergens? Pa, met alle respect, maar God spreekt met mij, hè? Van aangezicht tot aangezicht, hè? Heb jij dat ook, schoonpa? Zodra dat zo is, maken wij meteen een afspraak. Hè? Schoonpa, jij hebt verstand van schapen, hè? Hou het daarbij. Hou het daarbij, hè? Ik bedoel, er zijn, zo zou je kunnen zeggen van wie. En daar, moet je dus, daar zul je dus een onderscheid in moeten maken. Want het punt is, er kan een gevaar zijn. Je kan zo'n sterke ervaring met God hebben dat je denkt van, joh, komt iemand naar je toe? Wil jij mij iets. Jij wil mij iets vertellen? Jij denkt dat jij wijsheid hebt? Weet je wel wat ik doorleefd heb met de Heer? Pas op. Hoogmoed komt voor de val. Dit is dus het verhaal waar ik je wil meenemen in Exodus hoofdstuk 18. We zien hier in Exodus hoofdstuk 18 dat de schoonvader van Mozes, Jethro, die gaat commentaar geven op de stijl van management en leiderschap van Mozes. Exodus hoofdstuk 18 vers 13. Het gebeurde dan de volgende dag dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk. Het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. En toen de schoonvader van Mozes zag wat hij allemaal voor het volk deed, zei hij, wat betekent dit? Wat je voor het volk doet? Waarom hou jij alleen zitting, terwijl heel het volk van de morgen tot de avond tegenover je staat? Toen zei Mozes tegen zijn schoonvader, omdat het volk naar mij toekomt om God te raadplegen. Wanneer zij een zaak hebben, komt men daarmee naar mij en oordeel ik tussen het een en de ander. Ik maak hun de verordeningen van God en zijn wetten bekend. Logisch dat Mozes die rol had, want Mozes had immers dat contact met God. En dus het volk wist ook wel van, dat is de man van God. Als ik raad wil hebben, dan moet ik, hij moet praten in mijn leven. Hij heeft de vrucht. Hij heeft het resultaat, hij heeft de vrucht. Dus ik moet, al sta ik uren in de rij, ik moet gewoon horen wat hij vindt. Mozes zegt, het is logisch dat die mensen zeggen, het is mijn verantwoordelijkheid om dat volk van God te leiden in de weg van God. En God heeft mij nu eenmaal gekozen. Ja, ik vind het ook heel vervelend. Ik zit hier druk, man. Ik ben helemaal afgepeigerd aan het eind van de dag. Ik zit dag en nacht, zet ik mijzelf in voor dit volk, maar... Maar dit is mijn roeping en dit is mijn plan. Dit is de last die de Heer mij gegeven heeft. Maar de Heer heeft me ook de wijsheid gegeven, vader. De Heer heeft me ook de wijsheid gegeven, schoonpa. En ik kan dit. En dus hij begint uit te leggen. Hij zegt, ja, ik moet ze vertellen de regels van God. En Mozes had gelijk. Ik moet ze vertellen Gods verordeningen. Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem, wat je doet is niet goed. Oh. Je zult er zeker aan bezwijken, zowel jij als dit volk dat bij je is. Had hij ook kunnen zeggen. Ik bezwijken, schoonpa, als het in mij was om te bezwijken, dan was ik al lang bezweken. Ik heb meegemaakt, voor het hof van Farao. Hij heeft mij willen afmaken, hij heeft mij willen doden.
over stress, over werkdruk, over verantwoordelijkheid. Ik moest dit volk, wat niet naar mij wilde luisteren, mij niet accepteerde als leider, moest ik gaan redden uit Egypte. En je denkt dat ik met deze taak van raadgever ga bezwijken? Zie? Hij had elke keer kunnen zeggen, had hij kunnen zeggen van, wie denk jij dat jij bent om te spreken in mijn leven? En zo zie je dus, dit is te zwaar voor je, zegt hij. Je kunt dit niet alleen doen. Luister nu naar mijn stem, zegt hij. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Je moet het volk bij, jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en jij moet de zaken voor God brengen. Jij moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan en het werk dat zij moeten doen. Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen, godvrezende, betrouwbare mannen die een afkeer hebben van winstbejag. Je moet leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10 over hen aanstellen. Zij moeten altijd over dit volk oordelen. Maar laat het zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last samen met je dragen. Als je dit doet en God het je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had. Mozes koos daarom uit heel Israël bekwame mannen en stelde hen aan als hoofd over het volk. Leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50, leiders over 10. Zij oordeelden altijd over het volk. De moeilijke zaken brachten zij bij Mozes. Maar over elke kleine zaak oordeelden zij zelf. Mozes zei niet, hey, God praat met mij als ik advies nodig heb. Ik hoef jouw advies niet. We weten niet precies de achtergrond van deze Jethro. We weten dat hij een priester was in Midian. We weten niet of zijn theologie of zijn doctrine wel klopte allemaal. Maar zo kunnen er ook mensen zijn in jouw leven die misschien een andere theologie hebben. Of hun doctrine op bepaalde vlakken zit het niet in lijn met hoe jij denkt dat het zou zijn. Maar nog kan daar hele waardevolle raad vandaan komen. Denk eens in de Bijbel het voorbeeld de vrouw van Pilatus. De vrouw van Pilatus die kreeg een droom. We lezen niet dat die vrouw van Pilatus een goddelijke vrouw was als zodanig. Maar toch koos God ervoor om in deze vrouw haar in de nacht te bezoeken. En zij wist dat ze wist dat ze wist dat haar man Pilatus niet zou mogen oordelen over het leven van deze Jezus. Want hij zou zijn de zoon van God en je moest je handen van hem afhouden. Was die droom zuiver? Ja, die droom was zuiver. We weten niet wie zij was. We weten niet of zij een zuivere wandel had. Waarschijnlijk niet. Zij was in een goddeloos systeem. Toch had ze op dat moment wel de wijsheid die van God kwam. Hè? Ander voorbeeld, Gamaliel. Gamaliel was een groot bijbelleraar. Maar in zijn doctrine en in zijn overtuiging was hij tegen Jezus in eerste instantie. Hè? Hij was niet van de Messiaanse groep. Hij was niet... Hij was de grote trainer van Paulus die ervoor zorgde dat Paulus zo'n enorme farizeeën werd die eigenlijk tegen Jezus en elke gelovige inging en ze vervolgde. Het was toch dezezelfde Gamaliel die later toen de apostelen gevangen zaten, zei in de raad, jongens, laten wij oppassen dat als wij hun iets aandoen, dat wij niet tegen God vechten. Laten we ze maar het liefst, laten we ze vrijlaten. Want als wij hun gaan oordelen, dan komen we er misschien later achter dat wij eigenlijk dat wij verblind zijn door onze eigen overtuigingen. En dat we uiteindelijk erachter komen, we hebben tegen God zitten vechten. En dus die Gamaliel had dus wel de wijsheid in huis om op dat moment een oordeel te geven. Zonder dat deze man behoorde tot de beproefde raadgevers, om het zo maar te zeggen. Dus ook daar zul je soms wel een onderscheid moeten maken. Ik zeg al, dit is niet een makkelijk ding waarin het is zwart of wit. Je zal een onderscheid moeten leren. Gaat het goed? Gebeurt van alles? Uiteraard, denk niet in het patroon van de wereld. Maar soms heeft de wereld de Bijbelse principes beter opgepakt dan de christenen. Ik ga het nog een keer zeggen. Uiteraard, denk niet volgens de patronen van de wereld. Maar soms heeft de wereld Bijbelse principes beter opgepakt dan heel veel christenen. En dus kun je er wat van leren. Heel veel managementboeken zijn eigenlijk terug te brengen naar Bijbelse principes. Die niet geschreven zijn door christenen.
Er is niks nieuws onder de zon als zodanig. Sommige christenen zijn, als voorbeeld, hè, sommige christenen zijn zo chaotisch en wanordelijk en bekritiseren zelf dan de wereldse systemen, terwijl ze juist leven in een wanorde die niet van God is. Wel bekritiseren systemen om hen heen, maar zelf in wanorde leven, daar klopt iets niet. En je zal dus op een gegeven moment, daar zitten best wel hele goede, als je het hebt over management, als je het hebt over bepaalde principes, waar hele praktische boeken je echt wel goed in zouden kunnen helpen. Zeg, nou, maar dat is een werelds boek. Het zou jou kunnen helpen, omdat het doet niks af aan het evangelie. Zou het je absoluut kunnen helpen in plaats van de baby met het badwater weggooien en zeggen, nee, die zit niet in mijn stroming. Die zit niet bij mij in de kerk. Maak een onderscheid. Maar heb een hart wat openstaat voor wijsheid. Wat openstaat voor raad. De Bijbel zegt, ik geloof in Spreuken hoofdstuk 2, dat wijsheid roept uit in de straat. Wijsheid is een stem die niet zegt van, oh, wat is het moeilijk om wijsheid te vinden. Nee, wijsheid is altijd voorhanden. In de straat, in de straathoeken, wijsheid presenteert zich. Er is wijsheid voor elke situatie waar jij mee worstelt. Er is wijsheid. Voor elke keus die waar jij voor staat, er is wijsheid beschikbaar. Er is wijsheid in Gods woord. Er is wijsheid door de Heilige Geest. Er is wijsheid vanuit je innerlijke getuigen. Er is wijsheid die de Heer je zal geven, soms door een droom of een visioen. Maar er is ook wijsheid die de Heer je wil geven en die alleen maar gaat komen doordat je gaat luisteren naar andere mensen en andere mensen gaat toelaten om in jouw leven te spreken. Dat is een belangrijk aspect voor zakelijk, een huwelijk, allerlei voorbeelden kun je aanhalen. Juridische zaken, spreek met professionals. Haal hulp naar binnen. Als je daarmee te maken hebt, haal hulp naar binnen. Mensen die je kunt vertrouwen, die de weg al hebben bewandeld, die de vrucht in hun leven hebben. Dat zijn de mensen die je wil laten spreken in je leven. Want dat is de wijsheid die puur is en die ook jou zal verder helpen in je wandel met God. God zal je leiden door het advies van andere mensen. Amen? Amen. Laten we gaan staan. Lieve mensen, vandaag hebben we gesproken over de wijsheid van God. En misschien zijn die mensen vandaag die je hoort over de dingen van God. Je hebt geproefd de liefde van God. Je hebt ook in je hart de overtuiging dat God is er. Maar je hebt je leven nog nooit gegeven aan Jezus. Je hebt nog nooit een besluit gemaakt om te zeggen, Jezus wordt Heer van mijn leven. Dat is een ding wat de Heer van ons vraagt. God vraagt van ons, willen wij niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben? Dan vraagt de Heer van ons dat wij geloven met ons hart en belijden met ons mond dat Jezus Christus, de Zoon van God, is gekomen als mens. Dat Hij gestorven is aan het kruis. Dat Hij betaalde voor onze zonden en ongerechtigheden. En dat Hij op de derde dag opstond uit de dood. Halleluja. De dood overwon en ons eeuwig leven gaf. Hij is de redder. Hij is de verlosser. En in welke situatie jij ook zit in je leven, dat is het startmoment van welk besluit je ooit gaat maken. Er is geen belangrijker besluit dan dat je kunt maken dat Jezus de Heer van je leven wordt. Misschien heb je vandaag gehoord en je zoekt naar wijsheid. Er zijn dingen waar je mee worstelt. Maar je hebt nog nooit een besluit gemaakt dat Jezus jouw Heer is. Jezus gaat zichzelf niet opdringen bij jou. Hij is een liefdevolle herder. Hij is degene die staat met zijn armen open. Hij is degene die een uitnodiging doet en zegt, wil je leven hebben? Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Neem mij aan als je Heer en neem mij aan als je redder en verlosser. De Heer wil je eeuwig leven geven vandaag. Als jij dat vandaag bent, zoek niet enkel en alleen een oplossing voor je probleem. Zoek niet enkel en alleen de zegen, zegen, zegen. Maar zoek allereerst dat je ziel niet verloren gaat, maar dat je eeuwig leven hebt en voor eeuwig bij God mag zijn. Dat is het allereerste besluit. Het is het belangrijkste besluit waartoe iemand je ooit kan leiden om dat besluit te maken. Misschien ben je christelijk opgevoed. Misschien is geloof met de paplepel ingegoten. Maar heb je nog nooit zelf bewust een keuze gemaakt voor de Heer Jezus Christus? Dan is vandaag de dag om dat besluit te maken. Dan is vandaag een keerpunt voor jou waarop God wacht op dat besluit bij jou. God wacht op die gelegenheid dat je hem de ruimte geeft om Heer te zijn van jouw leven.
Durf je je leven toe te vertrouwen aan God? Durf je je leven toe te vertrouwen aan de God die leeft, jou gemaakt heeft en een geweldig plan heeft met jouw leven? Ik wil vragen, gemeente en alle mensen die dit met volle hartsovertuiging kunnen bidden, bid dit dan na op dit moment. Laten we onze hoofden buigen, onze ogen sluiten op dit moment. Laten we zeggen, lieve Heer Jezus, ik geloof in u. Ik geef mijn leven aan u. Ik geloof dat u gekomen bent. Dat u betaald heeft voor mijn zonden en ongerechtigheden. Dat u gestorven bent aan het kruis. Om mijn schuld te betalen. Ik geloof dat u bent opgestaan uit de dood. Dat u bent opgevaren naar de hemel. En dat u zit aan de rechterhand van God. Vandaag maak ik u mijn Heer. Vandaag geef ik u mijn leven. Was mij rein. Was mij schoon. Geef mij een nieuw begin. Geef mij een nieuw leven. Ik wil u als Heer van mijn leven. Vanaf vandaag. In Jezus' naam. Heilige Geest van God. Beweeg in mijn hart. Spreek tot mij. Leid mij. Laat mij zien de weg die ik gaan moet. Onderwijs mij. Breng mij op uw weg. In Jezus' naam. Ik geloof met mijn hart. En daarom spreek ik met mijn mond. In Jezus' naam. Amen. Amen en amen. Als je vandaag voor het eerst dit gebed gebeden hebt, misschien zit je thuis en je hebt dit gebed gebeden. Als je dit vandaag voor het eerst hebt gebeden, dan mag ik je feliciteren, want je bent geworden een kind van God. Het is namelijk, hij heeft de prijs al betaald voor ons. Als je vandaag voor het eerst dat gebed hebt gebeden, deel het met een ander. Deel het met mensen hier in de gemeente. Spreek wat mensen aan en zeg, ik heb dit gebed gebeden en ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. Als jij dat bent vandaag thuis, je hebt je leven aan Jezus gegeven, stuur ons een e-mail en laat weten dat je een besluit hebt gemaakt voor de Heer Jezus Christus, zodat we jou verder kunnen bemoedigen in je wandel met de Heer. Amen. Halleluja. Vader, wil u danken deze morgen voor uw woord. Wil u danken, Heer. Uw woord is Vader, als wij uw woord, Het is scherper als enig tweesnijdend zwaard, Heer. Maar het is levend en het is krachtig, Heer. En ook vandaag is uw woord zo helder naar ons gekomen. Heren, laat ons harten hebben die zo in lijn zijn met uw hart. Laat ons een houding hebben, Heer, die zo in lijn zijn met uw principes, Heer, met uw woord. Vader, u bent een liefdevolle Vader die zo het goede beoogt met in ieder van ons. En Vader, daarom willen wij ook niet blind zijn voor raad van anderen. Daarom willen we een hart hebben, Heren, wat luistert naar trouwe en betrouwbare raadgevers. Heer, u geeft ons die wijsheid. Ik dank u, Heren, ook voor deze gemeente. Dat wij hebben meegemaakt dat er een verbreding is van leiderschap. Heren, maar ik dank u ook dat wij mogen groeien als gemeente. En ik vraag u, Heren, dat wij elke keer stappen mogen zetten. In overeenstemming met uw wil. In overeenstemming met uw weg. Heren, betrouwbare mensen die uw werk kunnen dragen. Betrouwbare mensen, Heren, die uw weg volgen zonder winstbejag. Liefhebbers van waarheid en gerechtigheid. Heren, ik dank u dat u uw gemeente vestigt tot eer en glorie van uw naam. Ik dank u dat u ons opricht, Heren, als een stem in deze wereld. Een stem van hoop. Een stem van oplossing. Heren, waar wijsheid is. Waar raad is. Waar mensen hun leven weer tot herstel komen, Heren. Oh, Vader, ik dank u. Ik dank u dat het voor het goede nieuws van de Heer Jezus Christus. Ik dank u dat er kracht is, Heren, bij u. Ik dank u, Heren, dat daar een nieuw begin is. En de gelegenheid tot een nieuw leven bij u, Vader. Ik dank u dat u tot ons spreekt, ook door andere mensen. En wij hebben een hart. Wat ontvankelijk is voor uw raad in Jezus' naam. Amen en amen. Prijs de Heer. Gaat u nog even zitten. We gaan luisteren naar een paar mededelingen. En dan gaan we zo de dienst afsluiten. Zo hebben we vandaag ontvangen van Pastor Bernhard. Wat is het toch fijn, hè? Om zulk praktisch advies ook te krijgen. Waar we gewoon echt wat mee kunnen. En dat iedere week, week in week uit. Dat is fantastisch. De beamer die is even mee opgehouden, dat hebben jullie gezien. Gaat volgende week wel weer goed komen, maar voor vandaag doe ik het even zonder de slide achter mij, die er normaal zou staan met de agenda voor deze week.
Vanavond is er een bijzondere dienst, maar daar ga ik straks vragen aan de Omi om daar wat over te vertellen. Morgenavond is de Lady Life om 8:00 bij Angela thuis. Jullie hebben het al een aantal keer langs zien komen, dus als het goed is staat het in de agenda van de dames hier. Dinsdagavond, dan hebben we weer een Pijlers van Geloof. 2 weken geleden sprak ik zelf over opstanding van de doden. Een heel interessant onderwerp. Deze keer spreekt Pastor Bernhard over eeuwig oordeel. Ook een heel interessant onderwerp. Hè? Ik kan me best voorstellen dat je rondloopt met vragen van ja, is er wel eeuwig oordeel? En wanneer is er dan eeuwig oordeel? En hoe werkt dat dan precies? En voor wie is dat oordeel? Allemaal vragen waar Pastor Bernhard op in zal gaan. En na afloop is ook ruimte voor interactie, voor vragen. Dus als je dat interessant vindt, zorg er dan dat je erbij bent. Het is bij Ron en Ingrid thuis. Dat is dus dinsdag om 8:00. Woensdag is er de Alpha-cursus. En dit keer geen opvoedcursus. Dat is even een weekje vakantie. Die week daarna gaan ze weer verder. En dat was de agenda voor deze week. Wil ik even vragen aan Naomi om even kort iets te delen over, over een jeugddienst. Want dat is wat er vanavond is. Ja, dankjewel. Vanavond is er een jeugddienst. En ik wil er even kort over vertellen wat er de afgelopen keer is gebeurd. Het was een hele bijzondere dienst. En God was daar echt sterk aanwezig. We hebben samen eerst God gezocht. We zijn samen gaan bidden. Hem aanbidden, zingen met elkaar en een woord ontvangen. En het was echt een hele bijzondere dienst. God was daar zo sterk aanwezig. Sommigen die kregen een woord, een profetie. Er zijn zelfs mensen in de geest gevallen. Je ervaarde Gods tegenwoordigheid zo enorm. En iedereen weet wel die God een keer zo sterk heeft ervaren dat het levensveranderend is. Zo ook voor mijzelf. Het zet dingen echt om. En ik wil de jeugd gewoon graag bemoedigen om er gewoon aanwezig te zijn. Het is gewoon, als je God eenmaal ontmoet, dat is het beste wat er is. En levensveranderend. En het is op Paterserf nummer 9, hier in Oosterhout. Het begint om 7:00. Dus ik wil jullie allemaal welkom heten. Yes. Dankjewel, Wilbert, Naomi. Voordat we dienst gaan afsluiten, volgende week hebben we een speciale gastspreker. Dat is broeder Jan Sjoerd Pasterkamp. Wie kent Jan Sjoerd Pasterkamp? Er zijn een groep mensen die hem kennen. Het is in ieder geval een hele beproefde bediening in Nederland. En we zijn erg blij dat hij ook volgende week hier spreekt. Hij zal einde van het jaar zal die nog een keer spreken. Maar voor diegenen die hem niet kennen, ik zal even wat voorlezen over waarom we zo blij zijn eigenlijk dat hij hier ook volgende week is. Je bent ook vrij natuurlijk om mensen uit te nodigen, omdat het is een man met enorme wijsheid, maar ook enorme ervaring. We hadden het vandaag over raadgevers, hè? We hadden het vandaag over mensen die een beproefd leven hebben en vanuit dat beproefde leven raad kunnen geven. Nou, Jan Sjoerd Pasterkamp is zo'n persoon en we willen hem echt ontvangen ook met harten die klaar zijn om te ontvangen wat de Heer tot hem wil spreken en een gemeente in wil bemoedigen. Jan Sjoerd Pasterkamp is geboren in 1944 in Zaandam. Op 17-jarige leeftijd kwam hij radicaal tot geloof. Diezelfde avond bad hij in zijn slaapkamertje en werd hij gevuld met de Heilige Geest. En ervoer hij dat God hem riep voor zijn dienst. En 2 jaar daarna, samen met een vriend, trok hij 2 zomers lang met een paard en wagen langs dorpen en stadjes om te evangeliseren. En op een gegeven moment was hij verloofd met Kobe. En zij trouwden in 1966. Zij kregen 3 zonen. Enkele maanden later gingen zij als hulp van een ouder echtpaar mee naar Australië, waar ze werkte voor het bekende Amerikaanse evangelist T.L. Osborne. Wie kent T.L. Osborne? Enorme miljoenen mensen tot geloof gekomen. Geweldige en genezingen, geweldige krachtige bediening. T.L. Osborne heeft ook hier in Nederland een geweldige indruk achtergelaten op het Malieveld in Den Haag. Er zijn nog steeds vandaag hele kerkbewegingen zijn daar gestart. Maasbach ontstond daar toen uit. Die vertaalde hem. Die vertaalde T.L. Osborne. Zijn leven is toen totaal omgedraaid. Maar er gebeurden zulke grote wonderen.
Goed, hij ging dus ook daar in een werk van T.L. Osborne, ging hij daar werken in Australië. Het jaar daarna ging hij naar de eilanden van het Australische Torres Strait. Daar zagen ze in korte tijd God bijzonder werken, maakte daar een kleine opwekking mee. En het was daar, op dat eiland, dat zij een roeping kregen voor Papua Nieuw-Guinea. En vanaf 1968 tot 1981, 13 jaar lang, werkte zij in Papua Nieuw-Guinea, pioneerde een werk dat uiteindelijk uitgroeide tot een groot en invloedrijk werk. Bijna 600 gemeenten zijn uit dat werk voortgekomen. Dat is ons gebed ook voor deze gemeente. Dit is een apostolische gemeente. En deze gemeente gaat gemeentes voortbrengen. Halleluja. We weten ook dat je zal eerst, hier zie je ook, het werd eerst een groot invloedrijk werk. Daar zijn we nu mee bezig. We bouwen dit op tot een sterk, stabiel, gevestigd werk. En het gaat vele gemeentes voortbrengen. Ik vind het heel mooi dat deze man, die heeft dit zelf dus ook doorleefd. Maar ook vele hooggeplaatste mensen en regeringsleiders zijn uit dat werk voortgekomen. Ook in deze jaren zagen ze enkele keren kleine opwekkingen in het werk dat zij mochten doen. Eind 1982 gingen ze naar Japan, waar Jan Sjoerd de verantwoordelijkheid voor een zendingswerk op zich nam. En ze hebben daar 4 jaar gewerkt. Door de jaren heen reisde Jan Sjoerd erg veel, spreek in veel conferenties, schreef studies voor leiders in diverse landen. En een van zijn grote liefdes is de islamitische wereld. Vanaf 1986 tot en met 1992 waren zij voorgangers in Australië, een land wat een tweede thuisland voor hen is geworden. In 1992 maakte de Heer hen duidelijk dat zij terug moesten naar hun vaderland, iets wat ze eigenlijk niet wilden. En ze waren erg van Australië gaan houden. Het was dicht bij Papua Nieuw-Guinea en in dat opzicht ook dichter bij Japan. Maar ze kwamen naar Nederland, dienden als drie jaar als medevoorgangers van de gemeente Berea in Haarlem. Samen met Rob Allard en Bert Piet hielpen zij 3 jaar die gemeente in Berea Amsterdam te pionieren. Toen in 1998 werden zij binnengehaald toen er een crisis was in de Kandelaargemeente in Rotterdam. Ze hebben daar uiteindelijk 10 jaar als leidende voorgangers zijn ze daar gaan dienen. Dat is een gemeente van ongeveer 700 mensen op dit moment, inclusief kinderen. En 1 februari 2009 heeft Jan Sjoerd de eindverantwoordelijkheid van de gemeente overgedragen. Die heet nu Evangelisch Centrum Europoort en wordt nu geleid door Daniel Renger. Ook Daniel Renger zal spreken in deze gemeente in maart. Dus in maart zal ook broeder Daniel Renger hier spreken. Jan Sjoerd en Kobi spreken regelmatig seminars, conferenties. Door hun bediening hebben veel mensen bevrijding, genezing ontvangen. En het meest belangrijke, door de jaren heen hebben zij door hun dienst voor de Heer duizenden mensen tot de Heer Jezus Christus kunnen leiden. Hij is 6 jaar ook vicevoorzitter geweest van de VPE, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeente. Een pinksterbeweging met ongeveer 170 gemeenten. Hij is bekend van het blad Herstel. En de grote herstel zomerconferenties, welke door de jaren heen door duizenden mensen zijn bezocht. En enkele jaren geleden begon hij met weekendseminars te geven over gevoelig worden voor de Heilige Geest. Honderden christenen bezochten deze seminar, tientallen werden gevuld met de Heilige Geest. In zijn samenkomst ontvangen veel mensen de doop in de Heilige Geest en de gaven van het spreken in tongen. Hij is ook een auteur van 6 boeken. Alle 3 hun zonen zijn nu getrouwd, zijn toegewijde christenen. Jan Sjoerd en Kobi zijn trotse grootouders van 10 kleinkinderen. En afgelopen januari waren ze 50 jaar getrouwd. Zo, dus dit is even een beschrijving van zijn bediening. Ik vind het belangrijk om even te delen, want dat scheelt weer volgende week tijd. Amen. Halleluja. Nee, maar zie, dan, het is fijn om te weten van wie er komt. En zodat je ook je verwachting klaar hebt, dat we ook weten. We halen een man van God, halen we in het huis. En ik heb grote verwachting ervan. Laten we ook in gebed deze man van God meenemen deze week. Laten we in gebed voorbereid zijn op wat de Heer volgende week ook door hem tot ons wil spreken. Amen. Prijs de Heer. Als je vandaag voor het eerst bent, loop straks even langs de Connecthoek. Dat is daar. Maak er graag even persoonlijk met je kennis. Geef je graag een informatiepakketje mee. We vinden het erg leuk dat je er vandaag bent. Ik vind het ook leuk dat we je zo hebben kunnen zien. Maar schud er gewoon ook graag even persoonlijk de hand. Dus loop dan even daar langs. Er is gratis koffie en thee. We genieten altijd van gezelligheid na de gemeente en de fellowship. Dus neem daar ook de tijd voor. Laten we deze dienst afsluiten met gebed. Vader, we willen u danken, we willen u loven, we willen u prijzen voor uw liefde die uitgestort is in ons hart. We willen u danken, Heer, dat we met een voortdurende verwachting mogen leven van uw goedheid in ons leven. Heren, u bent zo groot. U bent zo goed. We willen u zo danken voor deze samenkomst, dat uw aanwezigheid zo aanwezig was. Dat we gezegend zijn, Heren, door wie u bent en die u mocht zijn door ons heen, Heer. Vader, wat een voorrecht om u te dienen. Broeders en zusters, volk van God. Ik bid dat de genade van de Heer Jezus Christus
En de liefde van God de Vader. En de bekrachtiging van de Heilige Geest. Met u allen zij. In Jezus' naam. En het volk van God zegt: amen en amen. God zegen en wel thuis.